We hebben in Nederland 10.400, ruim 10.400 NIS2 bedrijven. In de zorgplicht die voor hun geld, geldt naast bestuurlijke aansprakelijkheid waar we het eerder over hadden, geldt ook dat zij hun toeleveringsketen een risico-inventarisatie moeten doen. En daar moeten ze iets over gaan aangeven. Ik zei al in het begin even, je hebt kritisch, belangrijk en basis. Nou, zo hebben wij ook het quality mark opgezet. Op het moment dat je dat toebedeeld krijgt van een NIS2-bedrijf. En als het je te lang duurt, ga vooral die informatie halen bij een NIS2-partner. Dan krijg je die toebedeeld en dan moet je aan de slag.